Al voor je geboorte ligt er in je DNA veel vast over wie je gaat worden. En dat blijft de rest van je leven bij je. Maar je bent natuurlijk niet alleen je DNA. Je wordt ook gevormd door alles wat je meemaakt en hoe je daarmee omgaat. Sommige dingen zijn leuk en daar krijg je energie van. Maar je maakt ook dingen mee die zwaar kunnen wegen. Bijvoorbeeld het hebben van een longziekte. Dat kan zwaar op je drukken. Je wordt minder mobiel, je raakt teleurgesteld en kan er onzeker, angstig of moedeloos van worden. Schuld en schaamte liggen op de loer. Beïnvloedt je leven. Bij een longziekte kan het voelen alsof je een loodzware last meedraagt en dat je er helemaal alleen voor staat. Toch zijn er altijd mensen die je kunnen helpen. Maar de eerste stap, en dat is zeker niet makkelijk, die moet je zelf zetten. Een stap op weg naar een beter leven. Revant kan je hierbij ondersteunen. Hier wordt onderzocht wat je met je meedraagt en hoe je bent geworden tot wie je nu bent. Maar ook hoe bijvoorbeeld je leefstijl, zorgen en angsten van invloed zijn. Samen met jou wordt bepaald wat de beste aanpak is. Je gaat werken aan wat voor jou belangrijk is. Want revalidatie is voor iedereen verschillend. De mensen die voor jou belangrijk zijn, worden hierbij betrokken. Er zijn 4 thema's, heel belangrijk in de revalidatie. Het eerste thema is bewegen. Je longziekte is van grote invloed op je conditie. En andersom. Daarom leer je anders te bewegen. Zodat bewegen minder moeite kost en je het langer vol kan houden. Het tweede thema is het herkennen van lichaamssignalen. Als je op tijd naar je lichaam luistert en de juiste stappen zet, kun je een verergering van je klachten voorkomen. Dat klinkt makkelijker dan het is. Het derde thema is energieverdeling. De energie die je hebt kun je namelijk maar 1 keer gebruiken. Je leert hoe je je energie slimmer kunt verdelen en hoe een plan je daarbij kan helpen. Het vierde thema is voeding. Je helpt je lijf als je bewuste keuzes maakt in wat je eet en drinkt. Je komt erachter wat voor jouw lijf goed is en hoe je dit het beste kan volhouden. Tijdens de revalidatie zal je merken dat al deze veranderingen de last op je schouders kunnen verlichten. Wat ook invloed kan hebben op de mensen in je omgeving. In je revalidatie heb je belangrijke stappen gezet. Je kunt je rugzak niet afdoen. Maar je hebt geleerd er bewuster mee om te gaan. Het is een uitdaging om dit in goede en slechte tijden vol te houden. Je longziekte kan een grillig verloop hebben en je leven wordt niet ineens makkelijker. Je zal ontdekken dat je weer terug kan vallen in oude patronen. Het vergt kracht en moed om op te staan en weer door te gaan. Scherp te blijven en de inhoud van je rugzak regelmatig te controleren. Je hebt altijd een keuze. Durf hulp te vragen aan de mensen om je heen. Iedere stap die je zet is winst. Het is de kunst om met je rugzak te genieten van het leven.